allemaal, welkom Fem. Vandaag ga ik de laatste beauty trends met jullie delen. En ik ga het dus vooral hebben over de echte herfstmake-up trends van ja, nu dit moment, dus eind 2014. En ik heb 3 trends die ik ga delen met jullie. Die kunnen zowel draagbaar als meer catwalk, high fashion zijn. Dus laten we snel beginnen. De eerste trend die mij meteen al gewoon ontzettend opviel was de nude trend. En dat is eigenlijk meer een trend waarbij je dus ja, wel een hele mooie huid hebt, een hele mooie highlighter, bronzer, een hele goede foundation die heel goed dekt ook. Maar niet echt laat zien dat je veel make-up op hebt. Nou, je zult hem waarschijnlijk wel kennen, maar we zien hem dus heel veel nu op de catwalk verschijnen. En komt ook wel omdat oogschaduw een beetje aan het verdwijnen is, heb ik het idee. Op de catwalk zie je heel weinig oogschaduw. Sommigen die pakken er echt nog flink bij uit met echte felle kleuren, maar het is volgens mij een beetje aan het verdwijnen. Maar dit seizoen dus zou ik je aanraden deze foundation. Dit is een hele fijne budget foundation van Makeup Academy. Ziet er zo uit. En hij heet officieel de Matte Foundation in de shade nummer 1. In de kleur Soft Sand. Dit is de Velvet Smooth Long Lasting Finish Foundation. En ik ben hier eigenlijk heel tevreden over. De verpakking is een beetje aan het kapot gaan, zie ik. Maar ik heb hem ook alweer een tijdje, dus ik vergeef het ze. Maar ja, de kwaliteit is gewoon heel goed. Hij is betaalbaar, hij dekt heel goed. De finish is heel mooi, een beetje mat, semi-glanzend. Wat gewoon een hele natuurlijke finish geeft. Ik ben hier heel tevreden over. Volgens mij kost hij maar 4 euro bij de Kruidvat. Dus deze kan ik je zeker aanraden als je een mooie nude slash super verzorgde huid wil creëren. Dus ja, deze. Trend nummer 2 is metallics. Nou, als ik iets veel voorbij heb zien komen, is het wel metallics. Nude tinten ook heel erg veel, maar op nummer 2 staat nog wel echt de metallic kleur. Wat vooral opviel was dat er heel veel ja, een beetje black inked eyeshadows voorbij kwamen. Dus echt die, ja, die glanzende, natte, zwarte smoky eyes. Niet echt draagbaar voor naar school of je werk of een avondje, ja, avondje uit. Kan er aan liggen. Ik weet niet hoe ver je dan gaat met make-up. Maar niet echt voor dagelijks gebruik. Op de catwalk is het heel leuk. Zo kun je de kleding echt heel erg ja, vampy en edgy over laten komen. Maar of het voor ons zo in het dagelijks leven werkt, ja, dat moet je maar gewoon zelf beslissen. Mocht je nou nog op zoek zijn naar een mooie metallic, zwarte, echt natte, luchtige, mooie oogschaduw, dan zou ik je zeker deze van Max Factor kunnen aanraden. Dit is een oogschaduw uit de nieuwe Access Shimmer oogschaduwlijn van Max Factor dus. En ze kost €12,95, is een tikje aan de dure kant, maar ze zijn wel heel erg goed. En ze zijn echt belachelijk gepigmenteerd. Als ik er gewoon één keer met mijn vinger overheen ga, bam, pikzwart. Dus dat is wel heel fijn. Ze kunnen een beetje creasen, dus zorg wel voor een goede oogschaduwbasis eronder. Anders ga je heel snel ja, die lijnen zien in je crease. Ja, dat wil ik persoonlijk niet. Dus dat is wel een beetje waar je op moet letten. Maar dit is trouwens de kleur, even kijken, 30 en de kleur heet Onyx. Onyx, hoe je het ook uitspreekt. Deze dus. En dat is mijn aanrader voor echt een metallic black inked oogschaduw. En mocht je het gewoon helemaal natuurlijk aan willen pakken, kun je ook gaan voor een metallic oogschaduw in vaste vorm. Dus gewoon de oogschaduwvorm die iedereen kent. Dan krijg je toch het effect van metallic, maar toch een stukje minder heftig. Trend nummer 3 is mijn absolute favoriet. Als je mijn blog een beetje volgt, looksbysharon.com, dan zul je weten dat ik gek ben op donkerrode lipstick. Dus de echte wijnkleur, de echte kersenkleur, weet je dat, tegen het bruinpaarsige aan. En de laatste tijd heb ik daar veel lipsticks van verzameld. Want ja, de grote trend op dit moment is natuurlijk gewoon de burgundy lips. De vampy lips. Dus daar ga ik je ook twee kleuren van laten zien. Eerste is deze van Hema. Deze is wel heel erg tegen de paarsige kant aan. Dus je moet er een beetje lef voor hebben. Maar hij is wel echt heel erg mooi. En bovendien kost hij maar 3 euro. Dus mocht je nou echt een keer willen gaan uitproberen ja, hoe die donkere kleuren jou staan, zou ik je zeker deze kunnen aanraden. Want ja, voor 3 euro kun je het gewoon prima uitproberen. Dus deze van Hema. Ik zal hem meteen ook even swatchen. Dan kun je ook zien hoe de kleur eruit komt. Ik heb er trouwens ook een uitgebreid artikel over geschreven op mijn blog. Waar ik trouwens ook de discussie naar voren haalde. Hoe erg jij je laat beïnvloeden door de meningen van andere mensen. Dus stel, je hebt klasgenoten die tegen je zeggen van wow, die lipkleur is echt veel te donker. Dat kan echt niet voor jouw witte huidskleur. Laat ook zeker achter bij de comments wat jij ervan vindt. Als mensen zo reageren op jou of hoe je daarmee omgaat. Ben ik er wel echt heel benieuwd naar. Tweede optie voor de mooie donkerrode lippen is deze. En deze lijkt er vrij veel op. Hij is van Pupa. En dat vind ik tegenwoordig echt een heel tof merk. Ze hebben echt hele leuke producten, mooie verpakkingen, goede kwaliteit. Dus ja, kan ik ook zeker aanraden. Maar deze dus, hij is wat romiger dan die van Hema. Glanst ook iets meer. Ze lijken vrij veel op elkaar, maar ik zal het even laten zien. Aan deze kant zie je Hema kleur en aan de andere kant hier zie je de kleur van Pupa. Dus dan zie je het verschil een beetje. Die van Pupa is wat natuurlijker en die van Hema is meer echt, ja, vampy, red, tegen het paarsige aan zelfs. Dus ja, je moet gewoon kiezen wat je zelf mooi vindt natuurlijk.
En dat waren mijn 3 trends voor vandaag. Hopelijk vond je het leuk om te zien. Laat me ook vooral weten of jij nog leuke trends hebt voorbij zien komen waar je denkt, wow, die moet je echt even zien. Die wil ik met jullie delen. Doe het vooral bij de comments. En laat me dus ook weten of jij je laat beïnvloeden door andere mensen, ja, wat betreft make-up. Denk jij als andere mensen tegen je zeggen, wow, die lipstick kun je echt niet dragen. Denk je dan, oké, die ga ik meteen nooit meer dragen. Of denk je, ja, boeiend, ik draag lekker wat ik zelf mooi vind. Nou, ik ga voor het laatste, maar iedereen is natuurlijk anders. Dus laat me ook vooral weten wat je daarover te zeggen hebt. En dan zie ik jullie volgende keer.